Ja, het is dinsdag 22 oktober. Mag ik in de duiven doen? Eerste volière met de duiven in. Heeft geregend vannacht. De badje is weer vol. Je ziet hoe dat ze zijn. Het ziet er eigenlijk vrij goed uit. Ja, nu ga ik weer naar de duivers. En zoals iedere morgen ga ik ze laten vliegen. De mest ziet er zo uit. Dus ze zijn aan het ruilen, maar je ziet ook, het ligt ook dons op de mest. Ik kan het eigenlijk zeggen dat er vrij goed uitziet. We gaan dat hier een keer open doen. Ja, ik laat de duiven altijd uit. Allee, altijd. De winnaar wordt altijd uitgelaten via het venster. We gaan dat doen, zodat ze niet door de deur naar buiten kunnen. Zo. Zoals je zegt op die duivers. Dus die zo naar buiten gaan. Nou, vriend. Ja. Ik ga dat alweer dicht doen, maar omdat ik nu aan het filmen ben, wachten we daarmee. Nu nog een keer naar de kweekduivers. Ik weet dat al een tijdje. De laatste keer zaten ze nog niet wat ze nu zijn. Nee. Want wonder o wonder, ze zitten niet meer in de kweekvolière. De kweekvolière is leeg. De duivers zitten hier. Ze zitten hier. Zodanig dat op het moment dat ze terug in de hok moeten, dat ze dat kunnen doen samen met de vinnen en dat ze niet baas zijn over ik weet niet hoeveel hok. We gaan dat dan wel zien, dat er nog geen moet bijkomen of niet. Dat is de reden. Nu, zo had je terug een keer gezegd op de duiven.